Oh, zit in een rode vies. Mijn naam is Annemarie van Pareren. Ik ben 65 jaar, gepensioneerd. Geniet natuurlijk van alle vrijheid die je dan hebt. Dat is dan zo'n cliché als je gepensioneerd bent. En dat houdt in dat de hobby die ik al mijn hele leven had, nu nog meer tot uiting kan brengen. En dat is dus het leuk aankleden en presenteren van vrouwen en zeker nu van een oudere leeftijd. Jonge vrouwen moeten toch nog behagen naar mannen toe. Dus zullen zich dan toch meer behouden in een manier van kleden, omdat ze de ander moeten behagen. En zullen naar hun smaak zich kleden. En dat hoef ik niet. Ik hoef niemand meer te behagen. Je zou zeggen, ik moet mezelf behagen. En daarom dus de uitbundigheid. En daar stel ik dus geen grenzen aan. Het is ook om je te laten zien dat je dus ook een individualist bent. Ik ben zoals ik ben, ik durf en ik kleed mij zo aan. Als meisjes zijn waarvan je denkt, nou, dat is echt je leeftijd van 2021 om goed versierd te worden en leuke mannen te hebben. Maar ik zat dus echt onder de acne. En die heb ik echt gehad tot ik bijna 40 werd. En daarom ben ik ook volgens mij, eerst eens omdat ik heel erg lang en mager was en aan al die pukkels in je gezicht, ben ik ook echt krom gaan lopen, omdat je dan eigenlijk wil verbergen. Je wil eigenlijk je gezicht als een struisvogel zo diep mogelijk in de grond stoppen. En je had ook altijd het idee dat iedereen naar je keek. En dat, ja, nou heb ik het niet meer, dus dan kan de rest gewoon getoond worden. En misschien dat daardoor, doordat je dus zoveel troep op je gezicht hebt gebruikt om die pukkels tegen te gaan, dat de rimpels dachten van nou, we wachten wel even voordat we tevoorschijn komen, want we zijn zo behandeld en die heb ik dus niet. Dus dat is wel een voordeel. Je hebt altijd een voordeel bij alles wat in je nadeel is, moet je uiteindelijk in je voordeel gaan zien. Ja, en het grijze haar. Nou, dat werd al grijs toen ik 35 werd en dan tot je 45ste steeds maar verven totdat me de neus uitkwam. En ik dacht, nee, dan laat het gewoon voor wat het is. En het gekke is dat ik dus, ja, daardoor heel meer complimenten krijg nu ik grijs ben, als toen ik het dus daarvoor verfde. Dat is net gek de omgekeerde wereld. Misschien val ik zelfs nog meer erop dan een meisje van 20, 25... omdat ik expressiever en kleurrijker gekleed ben, ondanks mijn grijze haren. En ik in feite van die leeftijd de oma zou kunnen zijn. Het gekke is dat het juist jongere jongens zijn. Die ook een beetje, ja, nu is het de stijl van zware brillen à la Buddy Holly en dan allemaal baard. En die kijken wel om als ik bijvoorbeeld richting Westerpark met maar niet naar de hond loop. En oudere mannen, ze kunnen vrijgezellen zijn, ook weduwnaren, maar die hebben natuurlijk een hele andere soort vrouw waar ze dus op vallen. En aangezien ik daar een beetje buiten val, doordat ik natuurlijk wat extreem gekleed ben, ben ik natuurlijk ook moeilijker benaderbaar. Maar ik lig niet van wakker, want ik, ja, het moet wel iets toevoegen aan mijn leven, maar ik denk dat ik het niet doe, want dan heb je weer zo iemand die dan, nou ja, dan heb je dus kennis aan een man. Maar dan moet je daar ook weer al je aandacht. En dan ben ik mijn aandacht weer kwijt van hetgene wat ik weer leuk vind. En dat vind ik na zoveel jaar dat ik dat niet gewend ben, dan denk ik, nee, dan laat ik het zo. Nee. Je gaat toch, als je het wilt halen, naar de 80, naar de 100. En ik vind, als je dat beeld al negatief inziet, dan verzuur je. Dan word je chagrijnig. Dan word je negatief. En al deze items, dat maak je nog ouder. Kom tot bloei. Je bent nooit oud om te leren en nooit te oud om tot bloei te komen.